So, hey guys, another day, another dag in de auto, another dag bij Manon en Rocher, want ik moet iets doen op de computer en ik snap het niet. Digibeet had ik beter kunnen worden in plaats van diabetes, veel beter. Something that suits me. Gaat echt top vandaag. Zo. Oké. Dus. Zo. Nou, na vorige week een halve zenuwinzinking te hebben gekregen met schommelende suikers en van alles. En even er doorheen te hebben gezeten, gaat het weer deze week. Ik heb vanochtend even een nieuwe sensor in mijn arm geschoten. Hier zat de oude. Ik weet niet of je het ziet. Ja. Leuk, die witte plekjes die je krijgt in de zomer van waar je sensor heeft gezeten. Het is nu een uurtje geleden, dus ik kan meten hoe hoog of hoe laag het is. Even kijken. Oké, ik kan dus niet zeggen dat deze week super veel beter gaat qua glucoses. Maar mijn hoofd heeft in ieder geval weer een beetje ruimte om alles te verwerken. En dan een dagje lijf of vel, werken, sporten en diabetes. Let's go. Kijk mijn baby. Hey. Hey guys, goedemorgen. Ik heb me echt zwaar verslapen. Ik zie er echt niet uit. Ik moest echt 3 kwartier geleden al bij mijn moeder zijn. Zij gaat namelijk mijn haar doen. Ze was vroeger kapster en zij doet gewoon nu nog steeds mijn haar eigenlijk. En ik zei gisteren, oh, ik kom echt lekker vroeg naar je toe. Ben ik lekker vroeg klaar, want ik moet trainen nog in de middag. Voorlopig ben ik nog 3 kwartier te laat. Sorry mam. Oké, anyway, ik heb dus een bespreking vanmiddag in Hoofddorp voor een shoot met moodboard en het is voor een product, dus ik ga kijken, oh, dat is een vogelnest. Dus ik ga kijken van wat willen ze precies, wat wordt de look, wat wordt de feel. Het is wel heel leuk dat ik zo bij de shoot betrokken ben. Maar goed, eerst even wat doen in het vogelnest en dan deze coupe en dan als mijn haar helemaal gedaan is en mooi, ga ik sporten. Dus dat is helemaal, wat een indeling vandaag jongens, niet te doen. Anyway, let's go. Mijn moeder gaat me sowieso vermoorden dat ik te laat ben. Maar goed. Oké, we hebben nog even een zwerverlook, maar dat komt goed voor vandaag. Hoop ik. Here we go. Hi mom. Oh, hi mommy. Sorry. Zo, nou, ik kan het nog niet helemaal zien, want mijn haar is nog nat, maar ik had even geen tijd om het te feunen, want we gaan trainen. Ik ben tot nu toe nog op tijd. Zo, guys, ik ben helemaal dood. Niet normaal. Gewoon alsof ik heb gedoucht. Kijk, voor het sporten zat ik dus goed en nu ineens zit ik hoog. Ik heb het vaker van sporten dat mijn suiker ineens omhoog gaat. Ik weet niet waarom. Normaal gaat het naar beneden, maar bij mij gaat het omhoog. Dus ik ga even mijn spullen pakken, prikken, naar huis, douchen en dan naar de volgende afspraak. Life of fail. Oké, guys, ik kom naar thuis. En mijn boehoe pakket is binnen. Tall Guy Players. Ik ben heel benieuwd. Tall girl problems, dat sowieso. Oh, het is warm, niet normaal. Oké, ik moet douchen. En daarna ga ik ze passen, maar ik kan even niet wachten met uitpakken. Okay. Twee. Ik ben heel benieuwd, want normaal zitten broeken echt flares en zo. Dan denk je, oh leuk, mooi zo'n
wijde pijp en dan leuk die over je schoen valt. Maar bij mij komt die gewoon tot mijn enkels. Mijn 1,76, maar zo lang lijkt me ook weer niet. Maar oh, dit ziet er in ieder geval lang uit. Ja, top. Dit was ik. Oké. Echt irritant. Al doe je zeg maar op internet zo'n maatwijzer, dan zegt hij maat 38 dat gewoon 36 kunnen bestellen. Ik zou net zo'n beetje groot zijn. Maar ja, ze zijn in ieder geval lang genoeg. Zo. Van mijn suiker. Even kijken. Oh, deze ook helemaal goed. Top. Oké, chill. Oké, douche. Haast. Let's go. Zo, hè. Eindelijk een flare tot de grond. Lang genoeg. Happy. Life of fail. Zo, hey babes. Goedemorgen. Weer een nieuwe dag. Vandaag heb ik een super toffe shoot staan voor een brand dat je vizier schoonhoudt in je motorhelm. Krijg dat maar eens op een foto. Ik ga vandaag werken met Georgina. Jullie hebben haar eerder gezien in de vlog. Vlog takeover. Fel staat in de backstage. In de shoot. Ook Olivier, de fotograaf. Ik ben weer in dezelfde studio als waar ik was een tijdje geleden. Ook voor een andere shoot. Hetzelfde team, dus dat is wel heel erg chill. Ik werk echt heel graag met hun en het resultaat is altijd top. Ik heb echt een nieuwe verslaving. Skinny lattes. Oh my god. Dit is te lekker voor woorden. Verder heb ik een shake gemaakt voor later in de middag. Een proteïne shake. Met amandelmelk en banaan en vanille, proteïne, dadels en een beetje kaneel. En we gaan gewoon maar even de dag beginnen. Dames en heren, she's back. We're back for the make-up. Oh my god, guys, we komen net aan in de studio. Het begint zo hard te regenen. Ik moest spullen pakken uit mijn auto en hier kijk. Ik ben psychnut gewoon. Wap, wap. Oh mijn god. Beter heb je fun bij je, George, of iets? Oh, volgens mij wel. Zo, guys, de eerste look wordt een beetje. Wat wordt het eigenlijk? Ja, een nice eyeliner. Een nice eyeliner. Nee, gewoon een verder strakke eyeliner. Ja. Maar, ja. Gewoon niet, nog niet te. We gaan gewoon nog een beetje. Rustig beginnen. Ja. Ja. Zo. Nou, toevallig. Hoe is de suiker vandaag? Ik voel dus net dat mijn suiker heel erg naar beneden gaat. En ik zit dus op 5,2. Dus op zich niet heel laag. Maar ik voel dat die gaat zakken. En omdat ik nog moet werken, ga ik toch heel even een beetje banaan eten. Gewoon de helft. Kijken of het helpt. Even om hypo te voorkomen. Je zou zeggen, je zit niet in een hypo. Waarom ga je eten? Maar ik voel gewoon dat het lager gaat. Dus daarom. Nooit oogcontact maken, hè, als je een banaan eet. Oh ja? Ja. Ja, nu iets zegt. Oké. Dat is wel chill, altijd in de make-up eventjes, dat je een beetje kan... Even kan chillen. Ja, gewoon voordat je gaat beginnen, weet je. Ja. Heel gek, je lichaam zegt, ja, je lichaam zegt echt, oh mijn god, eet suiker. Nog, ja. Dat heb ik nog niet zo heel erg nu, maar als dat verder gaat, dan gaat je lijf daar echt... Je vraagt gewoon om banketbakkers. Ik mis het gewoon en je echt. Bent heel laag in je energie. Soms heb ik heel erg moeite met praten. Die spons. Soms heb ik moeite met praten, weet je. En dat ik voel gewoon dat ik echt laag in mijn energie zit, weet je. Dus heel vaak kan ik ook dan even niet bewegen of lopen. Of echt even bij komen. Echt zo grappig. Iedereen die nu een beetje mijn vlogs heeft gekeken. Ik krijg zoveel reacties van. Oh, ik wist helemaal niet dat het zo erg was. Oh, wel, heb je dit? Ja. Dus die vlogs zijn voor mezelf wel chill eigenlijk, want het scheelt een hele hoop uitleg. Inderdaad. Geweldig. Nou, guys, leuk dit. Lekker weekend. Goed weekend. Waarom doe je eigenlijk zo de poeder erop? Zodat als je morst of zo, dat je het er makkelijk af kan? Nee, gewoon dat het er lekker veel op zit. Oh, dit is poeder dat het goed blijft zitten? Ja, dat de kijk, je kan wel een beetje beken, zeg maar. Vind ik altijd wel nice, want dan... Niet iedereen is fysicist, hè? Wat de fuck is breken? Ja, ik ben heel goed in niet praten. Of niet, ik kan niet praten. Lekker pik. Nou, okay. Ik beek dus, zodat de foundation gewoon wat iets langer mat blijft. Oh, oké. En mocht jij dan gaan zweten met die stomme helm. Met al dat harde werk. Dan blijf je in ieder geval wat langer mat.
Je make-up blijft gewoon beter zitten. Ja. Wow, die was echt... Nou, fijne as geroepen. Nee, dankjewel. Anyway, na die 5 en een banaan, inmiddels al helemaal een banaan op. Toch op 4, dus ondanks dat je zou denken dat 5 goed is, moet je toch gewoon even naar je eigen lijf luisteren. Want ik zak dus wel door in een hypo. Want na een banaan gewoon alsnog zakken is gewoon knap. Vandaar en schommelt het gewoon minuut op minuut? Ja, net, ja, want net zat ik dus op 5 en dan eet je banaan en dan zit ik op... Ik doe niks, ik zit bij jou de make-up en dan zit ik nu toch op 4. Super grappig. Nou ja, grappig niet, maar... Ja, sorry, dat is mijn... Nee, maar het is gewoon, ja, dus dat, daar moet je dus de hele dag mee bezig zijn. Ja. Issues. Leuk. Ja. Was leuk. Ja. Georgie?